bijzonder interessante ontmoeting vanavond tussen PSV en Sparta. Vooral dus omdat PSV in deze formatie gaat aantreden tegen de nummer 10 van de Eredivisie. 8 wijzigingen dus ten opzichte van de wedstrijd tegen PAOK van afgelopen donderdag. En ook voorafgaand aan deze wedstrijd een minuut stilte ter nagedachtenis aan Diego Armando Maradona. En PSV draagt ook rouwbanden ter nagedachtenis aan oud-doelman Pim Doesburg. Pim Doesburg, die natuurlijk ontzettend veel wedstrijden keepte voor Sparta. 471 om precies te zijn. 216 keer onder de lat bij PSV, kampioen in 86 en 87. U ziet inmiddels de opstelling van Sparta. Dezelfde formatie als tegen ADO Den Haag. Wat kan Sparta hier vanavond? Kijk, een speciale aanvoerdersband om de arm van Adil Awassar, met daarop de beeldenis dus van Pim Doesburg. Ook hij natuurlijk geen onbekende in het Eindhovense. Henk Vreese was jeugdtrainer van de A1 bij PSV tussen 2009 en 2011. 8 wijzigingen. Blijkbaar is Schmid ervan overtuigd dat deze formatie sterk genoeg is om van Sparta te winnen. Haroui van de bal gezet door Ledesma. Eerste keer dat de Amerikaan in de basis staat bij PSV, 20 jaar. Afgelopen dinsdag was hij nog actief voor Jong PSV in de eerste helft op de hertgang tegen Jong FC Utrecht. Dat hij onlangs weer interland speelde voor de Verenigde Staten. Hier wordt hij gezocht door Hendricks. Zahavi, paasje van Gutsen. Mauro Junior, Gutsen. Blessure bij Ledesma, die ligt geblesseerd op de grond. Het spel gaat door, Gutsen. Voorzet van deze, die dus als rechtsback speelt. Met Baumgartel centraal achterin en uiteindelijk deze vuurpijl van Jorrit Hendricks. Inmiddels is Ledesma weer op de been. Zahavi. Fijn. En Ledesma, die niet begrepen wordt hier door Mauro Junior. En nu een mogelijkheid wellicht voor Sparta in de omschakeling. T, wat kon die keeper daar doen? Och, T, het doel was leeg, jongen. Onbegrijpelijk dat Unnerstal van zijn lijn kwam, want die werd op deze manier wel erg makkelijk uitgespeeld. Een 100%, wat zeg ik, een 200% kans voor Lennart T om de score te openen. Dekentjes voor de spelers op de bank. Dus kun je je zo verplaatsen. Daar wordt om gelachen. Het is voor het eerst onder nul bij een wedstrijd in de Eredivisie in dit seizoen. Baumgartel. Rosario. Zo valt het voor PSV nog niet mee om een grote kans te creëren. Maar is het wel sterker dan Sparta? Misschien nu Hendricks met de voorzet. En gerost, vol overtuiging door Duarte. Heel veel harder kan hij die bal niet raken. Geen goede controle bij Fijn. Oh, dit is ook riskant. Duarte. Opgelost door Okoye. Rosario. Gutsen. Combinatie zoeken met Mauro Junior. Fijn. Zahavi. Voorzet van Zahavi wordt verwerkt door Abels. Druk nu van PSV, maar ook weer een ingreep van Awassar. Abels moet ingrijpen, anders valt die bal zomaar voor de voeten van Mario Gutsen. Pinto. Opgejaagd door Ledesma, die te hard doorgaat en een gele kaart gaat krijgen voor deze overtreding. Geel voor Richie Ledesma. Is wat te laat met zijn sliding. Mauro Junior. En verlengd door viergever, maar gevaarlijk wordt het niet. Ja,
blijft het zo, dan is het onvermijdelijk dat de spelers die dus aan hun limiet zitten, straks in de tweede helft toch echt een opwachting moeten gaan maken. Spelers als Malen, Gakpo, Madueke, daar denk je dan toch als eerste aan. Spelers die een goal kunnen maken. Gutsen biedt zich aan, Fijn draait toch de andere kant op, viergever. Deze houdt de bal hier wel binnen, maar levert in bij Pinto. Daarna onderschept deze en krijgt Ledesma hier in ieder geval een mogelijkheid om eens lekker uit te halen. Niet dat hij de bal vol raakt, alles behalve, maar het is iets. Goed, Abels, Mijnans, niet buitenspel. Smeets voor de goal. Smeets, komt wel gewonnen door Jordan Theze. Vriend. Abels. Ziekenhuisbal van T, maar T onderschept hier wel. En dan kan Sparta wellicht gevaarlijk gaan worden. Paasje is niet lekker voor Haroui, dus verdedigd door Baumgartel. Awassar. Gebruikt zijn lichaam goed. Pinto. Er komt een hoekschop aan voor Sparta, tenzij Unnerstal dat kan voorkomen. Dat lukt hem niet. Smeets heeft de bal neergelegd, smokkelt een beetje. Het wordt oogluikend toegestaan, Smeets. En dat was bij de eerste paal. Vriends, alleen voordat Vriends kan koppen zit Haroui ertussen. Was er maar van afgebleven, zou je bijna zeggen. Bart Vriends komt van ver. En als Haroui daar niet in de weg staat of springt, kan Vriends vrij binnenknikken. Sparta weer met 11 man op de eigen helft. Ledesma heeft toch wat ruimte gevonden hier. Draait weg bij Awassar. Zahavi en een goede redding van Okoye. Mooie duik van de Nigeriaan. Niet echt hard geschoten door Eran Zahavi. Het is een geplaatst schot van de Israëliër. Het scheelt niet veel. Richie Ledesma. Mooie paas, Gutsen. Mauro Junior. Twee man voor zich. Deze komt eraan. Hier is Adriaan Fijn. Gutsen meldt zich voor het doel. Oh, wat een mooie trap. En een geweldige redding van Okoye. Want die bal was onderweg naar de linkerbovenhoek. Veel gevoel in deze trap van Adriaan Fijn. En Okoye tikt hem uit de kruising. Garcius gaat in de ploeg komen bij Sparta zo dadelijk. Dat is mooi om te zien. Gaat zijn debuut maken. De topscorer van het vorige seizoen bij Telstar in de keukenkampioendivisie. Eerste komst van Mario Engels. Hij komt dus voor Smeets. Niet helemaal fit meer. Garcius komt dus voor T. Bij PSV komt Daniel Malen. Ledesma naar de kant. Afgelost door Nonny Madueke. En die is nummer 3. Dat is Mario Gutsen. Ook zijn wedstrijd ten einde. En aan de overkant al eraf. Gutsen kan zich gaan richten op de wedstrijd van aanstaande donderdag. Heel belangrijk voor PSV. In de groepsfase van de Europa League tegen Granada in Spanje. Mauro Junior. Voorzet van Theze levert een hoekschop op. Hoekschop. Mauro Junior. Aardige bal, daar komt Okoye maar nauwelijks bij. Volgens mij via het achterhoofd van Vriends. Over de achterlijn. Het was zelfs Awassar. Weer Mauro.
En bijna een eigen goal. Wat een knappe reflex nog van Okoye. En dan komt er een strafschop. Heeft de scheidsrechter een overtreding gezien. En gaat de bal op de stip. En wat is daar dan precies gebeurd? Okoye nog met een katachtige reactie op de lijn. Of is het Hens hier van Heijlen? Linker bovenarm. En dan de overtreding van Gashouche. Daarvoor gaat de bal op de stip. Nu Daniel Malen. En hij zit er niet in. Maar hier wel. En dan is het alsnog 1-0 voor PSV. Ook nu is de redding van Okoye prima. Maar in tweede instantie is het toch prijs voor Daniel Malen. Madueke kan het misschien hier al gaan beslissen voor PSV. Madueke en een goede redding weer van Okoye, de keeper van Sparta. Die laat zien vandaag dat hij echt wel wat kan. Gravenberg, groot en sterk. Engels kan misschien verlengen. Gashouche en Gravenberg. Oenerstal blijft staan en dan komt er dus een kans voor Gravenberg. Die daar ook viergever nog even wegzet. En hier heeft de invaller Gravenberg hem toch voor het inschieten. Gashouche. Werd daar niet Hens gemaakt? Daar leek het wel op. Het was Hens van Sangaré, maar buiten het strafschopgebied. En dus kan de videoscheidsrechter daar de scheidsrechter niet op wijzen. Winst op PSV. Maar mooi was het allemaal niet vanavond hier in Eindhoven. PSV Sparta eindigt in 1-0.